Wanneer u genealogische gegevens publiceert op Genealogie Online, dan worden uw gegevens ook gehouden tegen een register van online beschikbare scans. Hierdoor kan Genealogie Online suggesties geven over de locatie van scans van akten van de DTB op burgerlijke stand, of foto's van grafzerken, die voor u zeer relevant zijn. Deze service heet Scans zoeken. Op de startpagina van elke publicatie vinden u in de rechterkolom onder connecties het logo van Scans zoeken en de link. Klik erop en we zien alle bronnen die online scans of foto's van grafzerken bieden en die zijn meegenomen in de analyse. U ziet een hele lange lijst met rijke bronnen. Een rood kader betekent dat er resultaten zijn. Binnen de stamboom Doubt zijn er twee suggesties voor scans bij Archief Almelo. Wanneer we op het logo van de bron klikken, zien we de gevonden gebeurtenissen waarvan hoogstwaarschijnlijk een scan of foto is te vinden. In dit voorbeeld bij Archief Almelo zijn er voor twee personen suggesties gedaan voor een overlijdensakte uit de burgerlijke stand. We klikken op deze link bij Maria Konijnenberg en dat brengt ons direct op de juiste plaats binnen de bron. In dit geval een zoekresultaatpagina, maar het kan ook een register zijn die we digitaal kunnen doorbladeren. Bovenin staat welke persoon en welke levensgebeurtenissen we zoeken. We klikken op het juiste zoekresultaat van Maria Konijnenberg en we zien haar overlijdensakte. Klik op de link Inzien van de akte en we komen terecht bij de scan van de overlijdensakte van Maria Konijnenberg. De scanzoekerservice heeft ons naar de scan geleid. Een andere toegang tot de scans wordt geboden per persoon. Als we op een pagina van een persoon op Genealogie Online zijn, wordt rechtsboven het scanzoekerlogo weergegeven als er voor die persoon suggesties zijn voor online scans. Voor Gerard Zomerhof zijn er dus suggesties voor scans. Wanneer we op het logo klikken, zien we een overzicht van suggesties voor scans die betrekking hebben op de levensgebeurtenissen van Gerard Zomerhof. Zo te zien een geboorteakte bij Stadsarchief 's-Hertogenbosch, een geboorte- en huwelijksakte bij FamilySearch en ook nog een huwelijk- en overlijdensakte bij Regionaal Archief Tilburg. De scanzoekerservice is een zeer krachtig hulpmiddel van Genealogie Online om missende en aanvullende bewijsstukken te vinden, het fundament van uw genealogisch onderzoek.